Vandaag in Vinoniek, wijn maken. Ik ga je stapsgewijs laten zien wat er voor nodig is om van een tros druiven tot een fles te komen. Stap 1. De wijnmaker heeft zijn druiven geoogst. Hij gaat eerst op een sorteertafel kijken wat is nou het goede fruit. Vaak worden de druiven ontstild. Dat representeert dit eerste stukje. Bij rode wijn maken gaan we door met het kneuzen van de druiven. En dan gaan de schilletjes worden in contact gebracht met het sap van de druiven. Daarmee komen alle vaste delen die op de schillen zitten, die komen vrij en die komen in het sap te zitten. Bij witte wijnen persen we direct het sap uit de druiven en hoeven we niet de schilletjes en de pitjes te gebruiken. Dat zien we hierboven. Dat persen, daarna moet je gelijk heel goed opletten, want daarna is het sap zit niet meer in de druiven en is dus kwetsbaar. Dan zul je zien dat er vaak een beetje zwavel wordt gebruikt. En zwavel, daar doen we allemaal heel erg zwaarmoedig over, maar zwavel helpt tegen het oxideren van de wijn en dan gaan we het vergistingsproces in. Dat zien we hier. Of op vat of op roestvrijstalen tank. En het vergisten is heel simpel. Nou, heel simpel. Het vergisten is de gistcelletjes die van de nature op de schillen van de druiven al zitten. Die worden actief omdat ze in contact komen met de suikers in het sap. En gistcellen eten suikers op en produceren dan koolzuur, gas en alcohol. Hetzelfde geldt ook voor de rode wijnen, alleen hier hebben we alleen de druiven gekneusd en in contact gebracht met de schillen en de pitten. En die zitten er dus nog bij tijdens de vergisting. En er komt koolzuurgas vrij tijdens de vergisting, dus het borrelt en het doet en het wordt warm. Nou, dit zijn vaak temperatuurgekoelde tanks die zorgen dat de temperatuur niet te heet wordt bij het vergisten, waardoor ze heel veel fruit kunnen bewaren. Bij witte wijn wordt het vaak heel ver teruggekoeld, zodat de wijnen fris blijven. De witte wijn is klaar met de vergisting en komt dan in een vat te zitten. Dan wordt er gekozen om er een tweede vergisting aan toe te voegen of niet. Dat noemen ze de malolactische vergisting. Wat ze bedoelen is dat harde appelzuren wel of niet mogen worden omgezet in melkzuren. En die worden dus veel zachter daardoor, dus wordt het lactischer. Bij rode wijnen bijna altijd malolactische vergisting. Oké, maar bij de rode wijnen hadden we dus ook nog steeds alle schilletjes en pitjes daar. Nou, die worden eerst ertussen uitgaan. Bij de witte wijnen hadden we het al gehad. Dus die gaan rijpen op vat. Die kunnen rijpen op hout of op roestvrijstalen vat. Nou, hout kan of een smaak toevoegen. Dat is de houtsmaak zelf, als je heel jong hout hebt, dus voor het eerst gebruikt of voor het tweede keer gebruikt vat. Of, en dat is de voorname reden, is dat het door zuurstof dat door het hout bij de wijn kan komen, al een soort ontwikkeling op gang helpt bij de wijn. Dus je hebt een soort natuurlijke veroudering, ontwikkeling, oxidatie, al terwijl die ligt te rijpen. Nou, bij rode wijnen gebeurt het hetzelfde. Daar is ook de keuze, dat hoeft helemaal niet altijd op houten vaten. Dat kan op kleine barriques tot hele grote voederen. En dan heb je de roestvrijstalen tanks. Dat gaat tot aan een beetje het formaat enorme silo's. In dit hele proces van wijn maken heeft een wijnmaker nou duizenden keuzes te maken. Hij kan in heel veel plekken kiezen om wel of niet zijn hand erop te leggen of om te zeggen nee, ik laat de natuur zijn ding doen. Vaak is het zo dat hoe beter je fruit is, hoe beter je hebt gewerkt in de wijngaard, hoe minder je hoeft te doen in de kelder. We hebben dus houtopvoedingen gehad, we hebben vergisting gehad, we hebben het filteren gehad. Nou, en nu ligt het te rijpen en na een bepaalde tijd zegt de wijnmaker, oké, dan gaan we nu bottelen. Nou, het bottelingsproces is ook iets wat met heel veel hygiëne te maken heeft, waar weer de keuzes vandaan zitten. Wat voor soorten flessen gebruik ik, wat voor soorten afsluiting gebruik ik. Alles weer met te maken van wat is de kwaliteit die je uiteindelijk wil neerzetten.
ik heb geen idee hoe ik mijn muur schoon ga krijgen. Maar oké, dat is voor later. Ik bedank jullie voor het kijken. De volgende keer gaan we weer iets makkelijks doen. Gaan we het niet meer over theorie hebben, want dat vind ik het minst leuke aspect. Ik spreek jullie heel snel weer. Bedankt voor het kijken. Geniet, have fun en tot Winoniek.